Bianca en Anneke wijnen beide in de Nijbouwwijk de Trije Terpen. Voor om de hoeken bij de Sionsberg in Dokkum. De zuskes binnen in augustus uitrekenen. Het plan om de bettenswarg in Matthäus-Friesland op 1 augustus te scrossen, komt haar dan ik raar oer het mat. Wij hebben inderdaad betocht, we hebben mooi thuis bevallen, kreeg het de vorige keer. Alles goed ging, niks aan de hoorn. En bed bijna besteld, zeg maar. Ja. Nou, en dan krijg je suks. Er is ook niks mooier dan thuis in een vertrouwde omgeving bevallen. Al haast alles mooi thuis. Hoe is het net met de reiziger in de weeën en oor een hobbelende waai? Thuis in Dokkum bevallen, of een paar minuten verderop in het ziekenhuis, ligt er net meer in te zitten. Dus binnen de scroor zonwierst op Ljouwert of Drachten. Zwarverzekerde de Friesland liet nog wel alternatieven voor de bettenswarg bij de Sionsberg onderziekje. Takken wieken is er boppendat een spoeddebat in de Tweede Kamer over het vraagstuk. Maar in tuskentier groeien de onrest en zwargen met de dij. Ik bedoel, het wordt alleen nog maar een gevaarlijke situatie. Mensen die je wij in deze buurt worden behoorlijk in hun vrije keuze en hun veiligheid ek. De ban en de mem ontaast. En ik denk, waar gaat straks het risico rennen voor het eerste bandje of de eerste mem die het net helpt? Had het ook invloed op je zwangerschap zelf nou? Lees je hem er wekker van? Ja, absoluut. Ik denk dat ik gewoon dit een eerste bandje krijg, dat net iedereen in de gaten had wat voor grote gevolgen dit had. Actiegroep Red de Sionsberg griep het verhaal van de beide zusters aan in haar acties. Ze roepen mensen op klachten over de vanomsluiting persoonlijk te melden bij de inspectie van de Sionsberg en de zwarverzekerders. Dit maakt gewoon zo net kennen. En ik denk gewoon dat de argumenten die ze jouwen en dat het op zo'n kwarte termijn maakt. En dat ze net alleen maar onder centen tegen, maar ook onder mensen die erachter zitten. Ja, absoluut.